In deze video snoeien we de beverboom. Het snoeien van de beverboom is belangrijk om zijn natuurlijke schoonheid te behouden. Voordat je begint met snoeien, zorg je voor scherp gereedschap. Zitten er dode of beschadigde takken in jouw beverboom? Snoei deze dan volledig weg. Dit helpt tegen het verspreiden van ziektes. De beverboom heeft een natuurlijke opgaande vorm met horizontale takken. Deze natuurlijke vorm wil je behouden en niet te veel inkorten. Zoek naar takken die elkaar kruisen of te dicht bij elkaar groeien. Dit kan leiden tot wrijving en schade na verloop van tijd. Verwijder hier dus een van de takken om zo de ruimte en luchtstroom te verbeteren. Beverbomen zijn gevoelig voor snoei en kunnen soms na een zware snoei weinig tot niet bloeien. Probeer daarom alleen takken te snoeien die nodig zijn om de gezondheid en structuur te verbeteren. Als de boom te groot is, snoei je hem voorzichtig terug. Snoei wel altijd net boven een knop of vertakking. Houd als laatste rekening met luchtcirculatie door takken te snoeien die te dicht op elkaar groeien. Wees geduldig na het snoeien, want de beverboom heeft wat tijd nodig om te herstellen. Wil jij nou weten hoe je een bepaalde boom, plant of haag snoeit? Laat het dan weten in de reacties en wie weet behandelen we jouw boom, plant of haag.